Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een favoriete video voor jullie. Het is inmiddels alweer september, echt augustus is voorbij gevlogen. En dat betekent dat het tijd is voor mijn favoriete producten van augustus. Ik heb echt best wel een redelijke bak vol. Dus ik ga de intro niet te lang maken. Ik zou zeggen, als jij dol bent op favoriete video's, doe alvast je duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee naar mijn favoriete producten van augustus. Ik ga de producten een beetje random uit dit doosje halen, want er ligt best wel veel in. Ik begin met een palette van The Action. Dat is het Max & More 24 Eyeshadow Palette in de kleur 01 Color Palette. Zo ziet het doosje eruit. Ik heb hem er al eventjes uitgehaald. Dit is het palette. Ik denk dat de meeste mensen deze palettes inmiddels al wel kennen. Dit is een palette met dus 24 gekleurde oogschaduwkleuren. En je hebt twee applicatortjes erbij en je hebt dus echt best wel veel kleuren. Ik heb zelf ook het Nude palette, die vind ik ook heel mooi. Maar ik moet zeggen dat ik dit palette ook prachtig vind. De kleuren zijn heel erg gepigmenteerd en ik vind het ook wel heel erg leuk dat je hier ook gewoon mee kunt spelen. Zeker ook bij bepaalde kleding vind ik het soms leuk om mijn make-up daarop af te stemmen. En dat kan met het palette prima. De oogschaduwtjes zelf zijn best wel klein, dus het is soms best wel moeilijk om daar goed in te komen met je kwast. Maar ik vind het wel hele mooie kleurtjes die hierin zitten. En de oogschaduw is ook gewoon best wel heel erg fijn, omdat het ook goed gepigmenteerd is. En je kunt echt wel veel keuzes maken. Ook vind ik het heel erg leuk dat ervoor gekozen is, bijvoorbeeld hier met paars, drie kleuren paars, dat je dan echt gewoon een complete paarse ooglook kunt maken. Dus dat vind ik heel erg fijn. En ik vind het echt een heel erg tof palette. Dan heb ik deze micellaire reinigingsgel van Garnier. Ze hadden natuurlijk al heel erg lang de micellaire reinigingswater. Maar sinds kort hebben ze dus ook reinigingsgel. Dit is de variant voor de gevoelige huid. Dit is een flacon van 200 ml. En je kunt hiermee je ogen, je gezicht, je lippen gewoon reinigen. Het werkt als volgt. Je moet dit aanbrengen op een vochtig gezicht, zodat het ook gaat schuimen. Dan met ronde bewegingen inmasseren en daarna even afspoelen. Dus het is heel simpel, ook heel geschikt voor onder de douche vind ik zelf. Ik moet zeggen dat ik het voor mijn ogen en lippen minder prettig vind. Maar dat komt gewoon omdat ik voor mijn ogen ben ik altijd een beetje bang dat het erin komt. En daar hou ik gewoon niet zo van. Dan gebruik ik liever een watje voor. En met mijn lippen is dat eigenlijk precies zo. Ik hou er ook niet van als dit soort spul in mijn mond belandt. Maar het is wel heel geschikt voor alles op zich. Als je daar geen moeite mee hebt. Ik vind het echt een heel fijn product. Er zit ook geen parfum in. Hij is heel erg, heel erg zacht, zeg maar. Heeft een zachte formule. Volgens mij heb je deze in meerdere varianten. Ik vind het echt een hele goede toevoeging aan het assortiment van Garnier. Dan heb ik twee producten uit de I Want Candy Limited Editie van Essence. En ik heb als eerste de Scented Blush Shimmer Pearls. Deze heeft de naam 01 I Want It All. De verpakkingen zien er al super leuk uit met die Chupa Chup lollies erop. En het ruikt echt heerlijk. Ik ga de blush even laten zien. Zoals ik al zei, het zijn dus parels, maar ze hebben echt super veel pigment. Zo zien ze eruit. Oh, er gaat nu een pareltje op de grond. Super gepigmenteerd en die geur zo lekker. Er zit een beschermdingetje op en dan kun je eigenlijk al zien wat voor kleuren de parels hebben. Deze heeft ook echt een speciale geur gekregen, want deze ruikt naar... Even kijken, volgens mij stond dat erop. Ik kan het zo niet terugvinden. Ik zet het even in beeld, want deze is geïnspireerd op een bepaalde Chupa Chup lollygeur. Super veel pigment hebben deze parels. Super mooi om aan te brengen. Heeft zelfs echt uitblending nodig, zo gepigmenteerd zijn ze. Maar dit is wel echt een heel groot succes. Deze... Scented Blush Shimmer Pearls. En hij heeft dus ook inderdaad gewoon een kleine shimer erin zitten.
Dan heb ik ook dit Scented Eyeshadow Palette. Ziet er ook alweer zo leuk uit. Ook weer die Chupa Chup lollies erop. Het logo. Geweldig. Deze heeft de naam 01 I Don't Care I Lolly. Superleuk paletje ook. En deze heeft gewoon 4 kleurtjes. Heeft deze ook een geur? Ja, deze ruikt naar aardbeien. En de kleurtjes zijn ook heel erg mooi. Zijn ook goed gepigmenteerd. Je kunt hier echt een hele leuke ooglook mee maken. Ik vind het echt een hele leuke lijn. Ik vind de samenwerking van Chupa Chups met Essence vind ik echt heel erg leuk. En alleen de verpakkingen vond ik al super mooi om te zien. En de producten die ik ervan getest heb, die zijn gewoon fijn in gebruik. Dus helemaal goed. Dan heb ik van I Heart Makeup het Light & Glow paletten. Light & Glow Duo. Dit is een highlight en illuminator duo. Deze heeft weer zo'n heel erg leuk doosje. Ze zijn geïnspireerd op de chocolates palettes. En dit is dan een mini variant. Super schattig. De binnenkant heeft een spiegeltje. Heel handig. En dit zijn de producten. Ze hebben ook weer zo'n druppel effect is er in de poeder gemaakt. Vind ik zelf heel erg mooi. Vind ik heel leuk bedacht. Ik heb deze als blush gebruikt, maar hij glimt wel heel erg. Dus ik zou hem ook prima als highlighter gewoon kunnen gebruiken. Ik vond het als blush ook helemaal geen probleem om een glimmende blush aan te brengen. Dus dat vond ik heel, heel prettig. Het pigment was heel goed. En dit is wel echt een volledige highlighter die ook prachtig is. Ze ruiken ook weer echt naar chocolade. Ik hou daar heel erg van. Echt ook weer een heel fijn product. Ja, eigenlijk... Als ik eerlijk ben, zijn het gewoon 2 highlighters. Ja, en je kunt hem natuurlijk gewoon als blush gebruiken door de roze kleur. Maar het moet wel je ding zijn om een glimmende blush aan te brengen. En als dat gewoon niet zo je ding is, kun je hem gewoon prima als een warme highlighter gebruiken bij een bepaalde look. Want dat kan ook prima. Maar het pigment is zo goed. Ik vind dit weer echt een toppertje in de collectie van I Heart Makeup. Dan heb ik 2 producten uit de limited collectie van Catrice. Dat is de Soleil de Tête. Ik spreek het vast helemaal verkeerd uit. Ik vind die namen zo ingewikkeld. Sorry alvast. Maar het gaat om een limited editie. En als eerste heb ik het Metal Infused Eye Palette. Dat is dit palette. Lekker aan het shimen. Deze heeft de naam C01 Metal Muse. Ziet er heel prachtig uit door dat gouden, door die gouden... Voorkant vind ik zelf. Het palet binnenin is ook heel erg mooi. Heeft ook weer, zoals je kunt zien, een spiegel. Dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Hebben echt mooi pigment. Je hebt hier ook een charmer kleurtje, wat ik heel erg leuk vind. Zodat je de look net iets extra's kunt geven. Maar je kunt hier best wel een neutrale ooglook mee creëren. Ja, ik vind de kleuren heel goed bij elkaar passen. Ik heb echt een look gemaakt met de complete producten. En ik vond dit echt super geslaagd. Dus echt wel een heel mooi paletje. Ook weer een paletje wat weer eens een keer wat meer pigment heeft. Aangezien Catrice met heel vaak met de limited collecties toch ietsjes naast de boot valt qua pigment, vind ik dit wel weer een heel erg goed palette. Dan heb ik nog een product uit die collectie en dat is de Metal Eyelight. Deze heeft de naam C01 Sunkissed Mist. Dit is een cream eyeshadow en eyeliner. Dus je kunt hem zowel als oogschaduw als als eyeliner gebruiken. Ik heb ervoor gekozen om als eyeliner te gebruiken en dat vond ik wel heel erg mooi. Ik ga hem zo even laten zien. Zo ziet hij eruit. Ik ga hem niet te scheef houden, want hij druipt wel een beetje. Je kunt er echt een heel mooi eyeliner streepje mee zetten, maar je kunt hem dus ook als oogschaduw gebruiken. Ik heb dat persoonlijk niet gedaan. Ik vind daar de kleur toch een beetje te voor. En vaak heb ik met dit soort producten, als ik het als oogschaduw gebruik, dat ik best wel een beetje een allergische reactie krijg, want mijn oogleden zijn best wel gevoelig. Maar je kunt hem natuurlijk ook prima gebruiken in de binnenkant van je ooghoeken. Als je denkt, goh, ik wil daar net iets meer glans hebben, kun je deze ook prima gebruiken. Maar als eyeliner vind ik hem ook zeer geschikt. Ik vind het wel een heel erg leuk product, maar ik zou dit toch meer gebruiken rond feestdagen. Want ik vind, ja, het is toch een beetje goudachtig. Een gouden eyeliner zou ik in deze tijd van het jaar niet zo snel gebruiken. Maar inderdaad, met feestdagen mag het allemaal net iets meer zijn, vind ik zelf. Dus dan zou ik hem wel meer gebruiken, maar ik vind het wel een heel fijn product.
Dan heb ik het product van Essence en dat is het Shape and Shadow Eye Contouring Palette. En dat is dit palette. Deze komt uit de Bloggers Beauty Secrets lijn. Helaas is die lijn inmiddels niet meer verkrijgbaar. Die is uit het vaste assortiment gegaan. Maar ik heb hem nog wel eventjes getest afgelopen maand. En deze is dan in samenwerking met die vier bekende bloggers. Ik zal even de naam hier nog in beeld zetten wie dit palette ook weer heeft uitgebracht. Want dat weet ik zo even niet. Deze heeft de naam 03 Shape and Shadows. Nou ja, dat had je wel kunnen verwachten. En ik zal hem eventjes openmaken. Er zitten namelijk verschillende producten in. Allereerst weer dat leuke spiegeltje. Je kunt deze vier producten kun je zowel gebruiken voor de wenkbrauwen als voor je ogen. Dus het is een oogschaduw en wenkbrauwproduct in één. Dan hebben we hier nog een Prime en Fix Wash. Ik heb deze persoonlijk niet gebruikt. Ik hou daar gewoon niet zo van. En dan heb je hier nog een highlighter. Heel gepigmenteerd. Echt voor je wenkbrauwen ook. Er zit eigenlijk, ja, doordat er verschillende kleuren in zitten, zit er vaak voor ieder wenkbrauw wel een kleurtje bij. Al zou ik de tweede kleur absoluut niet gebruiken, want hier zit een lichte shimmer in. Of je moet daarvan houden. Maar wel heel erg leuk. Als oogschaduw vond ik ze ook zeer goed. Goede pigmentatie. Dus super handig. Ook zit er nog een kleine applicator bij. Met aan de ene kant een schuin afgesneden kwastje. En aan de andere kant een borsteltje. Oftewel een spoel. Heel leuk gedaan. Heel leuk paletje. Jammer dat deze producten uit het assortiment zijn. Want ik ben eigenlijk over alle vier die paletten heel erg enthousiast. Dan heb ik een aantal producten van de Lidl. En Lidl die verkoopt make-up onder het merk Shein. Ik heb speciale video opgenomen waarin ik make-up testte van de Lidl. Ik zal de link hierboven eventjes in het i'tje zetten. Mocht je die video nog niet gezien hebben en je daar benieuwd naar zijn. Allereerst begin ik even met de nail polish. Ik kocht deze nagellak. Dit is de kleur 11 French Look Rose. En dit is echt een hele goede dekkende nagellak. Je kunt deze prima gebruiken gewoon als gewone laag. Zonder dat je er bijvoorbeeld meer aan toevoegt. Ik heb er toen voor gekozen om er een wit randje aan toe te voegen. Ook daar in combinatie is die heel goed. Eigenlijk met één laagje is die al perfect. Hij dekt zo goed. Je zag bij deze echt wel dat ik ook nog zo'n laagje had aangebracht. En dat had ik nog niet eerder gezien bij andere. French manicure producten die je dan gewoon inderdaad echt op je hele nagel aanbracht. Dus daar was ik echt heel tevreden over. Meerdere laagjes zou ik ook niet aanraden, want dan wordt hij echt heel dekkend. Of tenzij je dat heel erg mooi vindt. Maar voor de French look vond ik hem zeker heel erg mooi. Dan heb ik ook een lipgloss. En dit is de kleur 13 Rich Magenta. Dat is dit roze kleurtje. Heel mooi kleurtje. Ik zal de applicator even laten zien. Hij heeft zo'n applicator. Echt heel erg mooi. Goede pigmentatie zit erin. Hij glimt wel, maar hij ruikt ook echt heel erg lekker. Ik vind dit echt ook een hele goede lipgloss. En voor de afwisseling vind ik dat gewoon af en toe ook wel heel erg leuk. En gewoon een hele mooie kleur. Dus heel erg prima. Al deze producten zijn dan 2 euro per stuk. Dat wilde ik nog even erbij vermelden. Dan heb ik ook oogschaduwkleuren getest. En ik heb er vier getest en er bleven er 2 over waarvan ik de pigmentatie prima vond. Dat is allereerst deze blauwe versie. Deze heeft de naam 16 Blue Sapphire. Alle oogschaduwkleurtjes hebben echt een heel erg mooi patroontje binnenin. Deze had echt een goede pigmentatie. Was ook prima in te blenden. Zag je gewoon heel goed terug ook. Dat vond ik heel erg mooi. Dan heb ik ook deze roze variant. En deze heeft de naam gekregen 16 Rose Garden. Ja, klopt. Goede pigmentatie. Vond ik ook zeer geschikt bijvoorbeeld als highlighter. Maar ook op de oogleden vind ik hem prachtig. Dus die vond ik ook heel erg mooi. Ja, van de vier vond ik deze 2 gewoon het beste uit de test komen.
dan testte ik ook nog 2 producten. En deze kwamen dan wel uit een limited collectie. Volgens mij uit een zomercollectie. Dat is allereerst deze bronzing powder. En deze heeft de naam 04 Almond Shimmer. Dit is een gewone bronzing powder. Maar deze heeft echt heel veel pigment. Hij is wel poederig zoals je kunt zien. Maar het pigment is echt heel mooi. Prima uit te blenden. Echt een heel mooi resultaat kreeg je hiermee. Dus dat vond ik echt heel erg prachtig. Want ik kocht deze 2 producten samen voor 1 euro. Dus kun je nagaan. Dan heb ik ook deze blush. En deze heeft de naam 02 Nectarine gekregen. En ik vond het ook wel leuk. Want ik heb eigenlijk heel veel roze blushjes. Eigenlijk niet zo heel veel naturel kleuren. Dit is dan wel een naturel kleur. Ook wel poederig. Maar ook zeer prachtig. Echt. Ja, niet zo heel overdreven. Je zag hem gewoon heel netjes terug op mijn gezicht. Dat vond ik echt heel bijzonder. Heel erg mooi. Gewoon eens wat zachter. Niet zo heel opvallend, maar prima als je het mij vraagt. Dan testte ik ook nog 2 lipstiftproducten van de Lidl. Allereerst koos ik voor de kleur 11 Fuchsia Pink. Inmiddels is er een kat mijn knie aan het knuffelen. De lipstiften zien er zo uit. Ik zal even de kleur laten zien. Dit is echt een hele mooie roze kleur. Bleef ook best wel prima zitten. Het is wel een glanzende lipstift. Geen matte. Maar het aanbrengen was heel fijn volgens mij. Ja, ruikt ook nog wel heel erg lekker. Heb ik nu een lipstift aan mijn neus? Nee. Heel mooi kleurtje. Goede pigmentatie. Dekking ook prima. Als je het mij vraagt. En ik heb ook nog de kleur 37 Sweet Violet getest. En dat is dus inderdaad een paarse kleur. Leuk voor de afwisseling. Ook een prachtige lippenstift. Ook heel erg mooi. Goede pigmentatie. Ook bleef goed zitten. Zeker bij bepaalde looks kan paars prima, vind ik zelf. Dus ik was hier wel heel erg enthousiast over dat producten van 2 euro of zelfs nog minder gewoon zo goed kunnen zijn. Zo zie je maar, prijzen zeggen echt niet altijd alles. Dus dat waren de producten van de Lidl. Dan testte ik ook deze instant met make-up van Essence. Ik heb de kleur 10 Matte Ivory. Zou 18 uur blijven zitten. Jongens, dat heb ik niet kunnen testen. Want hey, wie draagt er 18 uur make-up? Nou, ik niet. Hele mooie matte foundation. Prima aan te brengen. Heel erg mooi resultaat kreeg ik ermee. Vond ik echt heel erg mooi. Bleef ook prima de uren die ik hem heb gedragen zitten. Dus daar had ik niks op aan te merken. Het enige nadeel vond ik de verpakking. Want hij gaat heel erg uit zijn. Ja, hij valt best wel een beetje, zeg maar, plat. Omdat je er best wel hard in moet drukken. Dat vond ik alleen het nadeel. De verpakking. Maar het product wat erin zit vond ik wel gewoon heel erg goed. Dus ja, had ik niks op aan te merken. De kleur die sloot ook prima aan bij mijn gezicht. En ja, daar was ik heel erg blij mee. Dan test ik van Catrice deze Prime & Fine Contouring Duo Stick. Ik heb hem voor de medium skin. Volgens mij heb je 2 varianten. Dit is gewoon aan de ene kant heb je een contouring en aan de andere kant een highlighter. Ik begin even met de contouring te laten zien. Mooi bruin kleurtje. Prima pigmentatie. Ik ben normaal een beetje huiverig met dit soort producten, maar ik moet zeggen dat deze me wel echt heeft verrast. Het aanbrengen ging heel gemakkelijk en het uitblenden, dat is dan altijd hetgene wat een beetje de vraag is. Maar ook dat zag er prima uit. Na het blenden zag je ook prima dat ik een bronzer had, of een contourstick had aangebracht. Ja, heel erg goed te doen. Dan de highlight kleur. Ook prachtig. Je zag hem echt duidelijk terug op het gezicht. Veel pigmentatie ook. Echt heel erg, ja, heel erg tevreden over deze contouring duo stick. Ja, prima product. Het is wel zo dat je dit dan, dit gebruik je dan net weer wat anders, zeg maar, als dat je een poeder gebruikt. Maar ja, ik vond dit wel echt een contouring stick waarvan ik denk, ja, die zou ik gewoon veel vaker gaan gebruiken. Omdat ik deze wel echt heel fijn vond in gebruik. Ook heb ik deze matte lip cream van de HEMA. Dit is een matte lip product. Een hele mooie kleur. Dit is de kleur 02 Pink. Sinds kort heeft
HEMA de producten ook een kleur gegeven of een naam eigenlijk, moet ik zeggen. Dat vind ik wel heel handig, want normaal had je alleen die nummers. Dat vond ik toch een beetje onhandig, maar nu hebben ze ook echt een naam gekregen. Zo ziet de applicator eruit. Het is echt een heel mooi kleurtje. Hij draagt ook echt super mooi mat op. Het enige nadeel vind ik dat ik hem wel een beetje droog vind. Dus ik denk dat het wel heel verstandig is om er een goede lipprimer onder te gebruiken. Zodat hij minder droog wordt. Bij mij kwamen er ook wat velletjes, droge plekjes. Hij hoort natuurlijk gewoon mat te zijn. Dus je hoort hem ook niet te zien. Maar mijn lippen werden er wel heel erg droog van. Dus dat vond ik een beetje een nadeel. Maar ik ga hem nu gewoon vooral gebruiken met een primer eronder. En hopelijk dat dat beter gaat. Ik vind dit echt een hele grote verbetering. Ik vind het hele mooie producten. Ik ben gewoon dol op die matte producten. En ik vind dit ook weer een prachtig kleurtje. En een kleine prijs voor een lipcream van de HEMA. Dan heb ik nog deze make-up brush set van Action. En dit zijn van die make-up borstels waarmee je dus je make-up kunt aanbrengen, waar drie varianten in zitten qua grootte. Ik zal ze even uit de verpakking halen. Dan kan ik jullie duidelijk laten zien waar de groottes voor geschikt zijn en hoe ze er van dichtbij uitzien. Zo zien de make-up brushes eruit als ze uit de verpakking zijn. Je hebt allereerst een grote borstel. Deze is ook heel geschikt. Ik ga even achterop kijken, want daar staat het op. Voor foundation, shapen, contouren, blush, strobing, bronzing. Hele zachte kwaliteit borstels zijn dit. Lekker zachte haartjes, echt ideaal. Dan heb je nog een wat kleiner borsteltje. Deze kun je ook mee contouren, highlighten en concealer aanbrengen. Super fijn formaatje vind ik dit ook echt. En die zachtheid is echt zo prettig. En als laatste heb je nog dit hele kleine kwastje. Deze kun je voor oogmake-up gebruiken, wenkbrauwen en concealer. Ik heb hem persoonlijk voor concealer gebruikt. Ik heb hier dus een aparte video over opgenomen. Mocht je hem nog niet gezien hebben, ik zal hem hierboven even linken. Maar ik vind hem vooral beter voor neuscontouring. Dus niet zo geschikt voor concealer, maar wel voor neuscontouring. Dan testte ik twee highlight sticks. Dit zijn highlight sticks van Max & Moore. Helaas staan er geen namen op. Ik stond al op het blaadje bij het assortiment dat ze in twee kleuren verkrijgbaar zijn. Ik heb hier de warmere kleur. Het zijn sticks die er zo uitzien. Je hebt een inhoud van 7,5 gram. Ik vind het op zich wel heel erg leuk gedaan zo. Ik ga hem even laten zien aan jullie. Zo ziet hij eruit. Het aanbrengen ging prima. Ik vind het altijd sowieso wel een beetje lastig. Omdat ik snel bang ben dat het breekt. Maar ja, als je het maar gewoon cool bewaart, dan kan er op zich niet zo heel veel mee misgaan. Hele mooie warme kleur. Echt, ja, prachtig, veel pigment. Ik vond hem echt heel fijn in gebruik. Ik raad hem je wel aan om hem direct op je gezicht aan te brengen. En niet eerst op een kwast bijvoorbeeld. En dan heel zachtjes met een sponsje uit te blenden. Maar hij heeft niet heel veel uitblending nodig. Als je gewoon eigenlijk gewoon een beetje de streep een beetje uitblendt, zeg maar. Want dat hou je natuurlijk omdat hij rond is afgesneden. Gaat dat prima. Dus dat is deze warme kleur. Dan test ik ook de koele kleur. En daar was ik ook heel erg tevreden over. Ik vind het jammer dat ze geen namen hebben gekregen. Want dat is normaal toch iets handiger met vertellen. Dit is dan de koele kleur. Ook heel erg mooi. Duidelijk veel pigment. Heel gemakkelijk in gebruik. Gewoon prima aan te brengen. Echt een aanrader. Zeker als je gewoon op zoek bent naar goedkope highlighters. In een stickvorm kan ik je deze aanraden. Want ik geloof dat deze highlight sticks 94 cent kosten. Nou, en ik ben echt heel erg enthousiast over het pigment en het gebruik van deze highlighters. Dan heb ik twee producten van Essence. En dit zijn de Fade Your Shade lipsticks. Ik heb allereerst de zwarte huls. En dit is de naam 02 Ombre Parfait. Dit is een bruin-rode kleur. Ik dacht eens dat hij zwart ging zijn, maar dat is hij dus niet. Hij is bruin.
Ik heb hem hier een beetje op mijn vinger zitten. Misschien kun je het zien. Dit zijn producten waar je een ombre-effect mee kunt creëren. Ik heb ervoor gekozen om deze bijvoorbeeld als lipliner te gebruiken in combinatie met een lichtere kleur. Maar je kunt hier echt wel heel erg mooi mee spelen. Het aanbrengen is echt heel fijn. Ze zijn best wel creamy. Het pigment is super goed. Nou ja, goed, dat kun je... Ik heb hem nu even uitgesmeerd ook wel zien. Dan zie je ook gelijk duidelijk de kleur. Ik was hier heel tevreden over. Het is wel eventjes een beetje ermee spelen van wat past het beste bij elkaar. Maar ja, de pigmentatie vond ik gewoon echt heel erg goed. Het aanbrengen was ook prima. Dus ik heb er eigenlijk niet veel op aan te merken. Het enige tip die ik wil meegeven, gebruik het met een kwastje. Maar dat zal ik je zo even meer over vertellen bij de andere kleur. Bij deze valt het op zich toch wel mee, maar dat is vooral bij de witte zo. Want ik heb natuurlijk ook een wit exemplaar. En deze heeft de naam 01 Washed Away. En deze heb ik gebruikt in combinatie met rode lipstift. En daar heb ik dus een ombre effect mee gecreëerd. Maar deze zou ik dus inderdaad met een kwastje aanbrengen. Want anders is je hele witte lipstift een beetje vergald. Want zo ziet hij eruit. Ook gewoon, ja, prima. Ik kan trouwens ook wel even zwartje misschien. Zodat je ook kunt zien hoe dat... Ik heb ze nu even naast elkaar gedaan. Prima. Je kunt er echt hele leuke dingen mee doen. Je moet er net eventjes een beetje thuis in zijn. Je moet misschien net een beetje... Ja, wat ideeën opdoen van... Oh, dit zou ik ermee kunnen doen. Of dat vind ik mooi. Maar je kunt er echt wel heel erg veel dingen mee doen. Ik ben er nu wat beter in thuis. Het zijn trouwens matte producten. Ook wel heel erg fijn om te weten. Maar dus eventjes een tip van mij. Gebruik bij deze absoluut een kwastje. Als je je witte lippenstift mooi wilt houden. Dan test ik van Essence deze Water Kiss Glossy Lip Color. Dit is echt een lipproduct die heel licht... op je lippen zit. De kleur die is wel... Er zit wel veel pigment in. Misschien kan ik hem wel eventjes zwartje. Dit is de applicator. En hij ruikt ook nog eens heel erg lekker, moet ik zeggen. Zo ziet hij er dus uit. Echt wel een heel erg... fijn product. Hij is op waterbasis, dus daarom is die ook, voelt hij ook heel licht aan op de lippen. Maar ik vond het zeker niet vervelend. Ik vond de kleur echt wel heel erg mooi. Het glossy variant, ja, ik heb daar een soort haat-liefde verhouding mee. Ik bedoel, ik vind het heel erg mooi. Maar ja, het plakt altijd. Maar ja, sommige producten zijn gewoon toch prachtig met zo'n gloss erin. Ik heb de kleur 6 Hydro Star. En ja, ik vond het wel een heel fijn product. Zeker voor de dagen dat je bijvoorbeeld niet iets heel zwaars op de lippen wil, maar toch wat wil aanbrengen, vind ik deze zelf heel geschikt. Ik vind de verpakking ook heel erg leuk met die gouden details. Ik ben hier zeer over te spreken. Dan heb ik dit oogschaduwpalet van Catrice. En het is de Essential Nude Collection Eyeshadow Palette. Deze ging helaas uit de collectie. Hij is vervangen door een nieuwe. Dit is 010 Renewed My Style. Op de achterkant vind je ook weer een afbeelding waar je de kleuren kunt gebruiken. Veel pigment ook. Ik heb deze producten al wel vaker laten zien. Hele mooie kleuren. Ik vind het nog niet eens per se super nude. Ik bedoel, het gaat ook wel naar wat donkerder. Dus je kunt hem ook een beetje naar de chocolate kant trekken. Maar zeker heel veel pigmentatie. Hele mooie kleuren vind ik het. Ja, wel heel erg leuk gedaan. Misschien is het ook niet zo gek dat deze er als eerste uitgaat. Omdat het natuurlijk al heel veel nude is geweest. En misschien het nude een beetje klaar is. Maar ik hou er altijd nog wel van. En ook die light en sculpt kleur zijn weer prachtig die er zijn toegevoegd. Dus ik vond dit wel een heel erg mooi palet. En ik ben hier wel heel erg blij mee. Het begint hier steeds donkerder te worden. Dus ik hoop niet dat jullie daar heel veel hinder van ondervinden. Maar het begint ineens een beetje... te regenen. Ik heb van Essence de Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Dat is de paarse variant. Deze kennen we natuurlijk ook in de groene en de oranje variant. Deze heeft een licht gebogen borsteltje. En hij brengt echt heel erg mooi aan. Je krijgt echt heel veel, echt wel mooi volume. Wacht, ik ga dat ding gewoon neerleggen.
moet kunnen. Mooi volume ervan. Het borsteltje brengt ook heel fijn aan. Ja, zeker met meerdere laagjes zie je hier zeker het resultaat van. Ja, ik vond zeker, mijn wimpers werden er mooi intens zwart van. Volume zag ik ook zeker dat hij gaf. Dus ja, dit vond ik ook zeker een heel fijn product. Leuk ook dat er altijd nog steeds deze 3D effecten zijn gekozen. Ik vind het gewoon echt super fijne mascara's. En ja, dit is dan het laatst uitgebrachte exemplaar. En ook dit is een toppertje als je het mij vraagt. Dan heb ik ook nog een product uit de Cubanita Limited Collectie van Essence. En dat is deze Wet Look Lip Lacquer. Ik heb gekozen voor de 01 Kisses from Havana. Dat is dus dit roze kleurtje. Zo ziet hij eruit. Hij ruikt zo lekker. Ik kan de geur niet helemaal thuis brengen, maar ik vind hem zo lekker tropisch ruiken. Echt lekker fris. Dit is de kleur. Je blijft heel erg mooi zitten. Ook dat wet look, dat zie je heel mooi terug. Ja, ik vond hem echt heel fijn op de lippen. Ook leuk, die palmboom die er is aangebracht. Ik kreeg er een heel zomers gevoel bij. Dus ja... Gewoon goede pigmentatie ook eigenlijk. Dus ja, ik vond dit wel een heel goed lipproduct. En om hem gewoon even te laten zien, ook dit tasje kwam uit die collectie. De Livin' La Vida Banana. Dus gewoon even om erbij te laten zien. Dan heb ik van Essence deze nagellak. En dit is de Color Boost High Pigment Nail Paint. Dit is de kleur 0308 Instant Party. Heel mooi kleurtje. Veel pigmentatie. Is naar één laagje officieel altijd al dekkend. Ik kies er persoonlijk altijd voor om toch nog een extra laagje aan te brengen. Maar ja, geeft een heel glad resultaat. Hij belooft longlasting te zijn. Dat is hij dan weer niet. Maar ik vind de kleur wel heel mooi. Ja, dat longlasting effect dat blijft gewoon moeilijk voor de... voor de low-budget nagellakproducten, omdat dat gewoon toch altijd wel een dingetje is, maar echt een heel erg mooi kleurtje voor een laag prijsje. Dan heb ik ook nog een concealer en dit is de Cat Picture Ready Brightening Concealer met een Instant Flawless Finish in de kleur 10 Ivory. Deze kleur die past perfect bij mijn huid. Ik moest zelf wel heel even wennen aan... dat sponsje wat er aan zit. Ik had daar nog nooit ervaring mee met andere concealers. Maar ja, op zich werkt het prima. Heel erg mooi kleurtje. Lekker licht. Past perfect bij mijn huid. Dekt ook goed. Dus ik heb er zeker niks op aan te merken. Ik vind hem echt heel erg goed. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is deze Triple Baked Highlighter van iHeart Makeup. Dit is de Goddess of Love. En dit is weer zo'n prachtige highlighter in een hartvorm. Zo ziet de verpakking eruit. Super schattig. En de highlighter is ook echt werkelijk prachtig. Je ziet duidelijk je ziet duidelijk dat het een baked highlighter is. Veel pigment. Echt heel erg mooi. Ik vind de vormen ook vooral heel erg leuk. Maar gewoon de pigmentatie die deze highlighter heeft, vind ik zo geweldig dat dit gewoon... Dat een low-budget merk zo'n gepigmenteerde producten kan uitbrengen. Dat is haast niet te bevatten. Maar ja, heel erg mooi. Vooral in combinatie ook met andere producten van iHeart Makeup. Dus ik vind het echt ook een toppertje. En eerlijk is eerlijk, zo'n hartje staat natuurlijk ook gewoon super leuk tussen al je make-up producten in je stash. Dan was dit alweer mijn favoriete video van augustus. Zoals ik al zei, veel producten, veel Essence trouwens. Dus ik heb geprobeerd om het een beetje te combineren, maar dat zal niet altijd even goed gelukt zijn. Maar goed, het zijn mijn favorieten, dus ze zitten er gewoon toch in. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of jij zelf ook favoriete producten hebt. Misschien heb je zelf ook wel een van deze producten getest. En bevielde jou ook heel goed of juist helemaal niet. Ja, zou ik leuk vinden als je het achterlaat in de comments. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk graag abonneren op mijn kanaal. En ik zie je bij de volgende video.
Doeg!